Opa, wil je misschien een kerstverhaal voorlezen? Maar natuurlijk, jongen. Wat voor kerstverhaal wil je voor horen? Of zal ik gewoon een mooi een vertellen aan je? Ja. Of wil je, ik heb zien dat je je vriendje ook hebt meegenomen. Die wil graag denk ik ook wat horen. Oké, is prima. Dan zou ik zeggen, we gaan lekker bij zitten. Pak nog even wat warme chocolademelk erbij en dan ga ik een verhaal vertellen. Oké. Dit verhaal gaat eigenlijk zo over een jongen genaamd Falco. Die, die had een wens. En ik hoop dat jullie het verhaal mooi vinden. Dus hier komt hij. Oké. Wat? Wie wat? Waar ben ik? Waar ben ik? Wie ben jij? Hallo, ik ben Falco. Falco? Ik ken geen Falco. Waar ben ik? Waar ben ik? Je bent in mijn dorp van mijn opa en mij. Oké, maar hoe kom ik hier dan? Nou, wij vonden jou in het bos daar al helemaal. Toen jij was onderkoeld, je was heel erg bleek. En wij hebben jou toen hierheen gebracht. Het laatste wat ik me nog kan herinneren, dat ik met wat vrienden weg was. En ja, toen raakte ik ze kwijt en toen raakte ik verdwaald. En ja, toen kreeg ik honger en ja, ik had dorst. En ik voor de rest weet ik het eigenlijk niet meer. Maar weet je hoe ik terug kan komen dan? Nou, ik weet het niet. Misschien wel mijn opa. En waar is je opa dan? Buiten ergens, want... wandelen, denk. Kan je me naar hem toe brengen? Want ja, ik wil natuurlijk ook graag terug. Ja, volg me. De jonge man die was gevonden, wou graag naar huis. Alleen Falco kon hem daar niet mee helpen. Dus gingen ze samen naar de dorpsoudste. Oftewel naar Falco's opa. Hopen dat ze daar wat betere antwoorden kunnen vinden, zodat de jongen weer terug naar zijn eigen huis kan gaan. Want het was tenslotte bijna kerst. En dat wilde hij natuurlijk niet missen. Wie deze jongen is, dat gaan jullie nou te horen krijgen. Opa, opa, hij is wakker, hij wil met u spreken. Oh ja, jongen. Nou, dan zullen we eens even gaan kijken of we met hem kunnen spreken. Zo, jongeman, hoe is het met u? Hallo meneer, hartstikke goed. Ik wil u natuurlijk nog hartstikke bedanken voor het redden van mijn leven. En ja, laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Laurens. Ik kom uit een stad hier, ja, ik hoop tenminste hier ergens in de buurt, want ik ken deze hele dorp niet. Maar ik had begrepen van Falco dat je zijn opa bent. Klopt, ik ben opa en zou maar zeggen dorpshoofd. Dorpshoofd, dus dan kunt u me vast en zeker wel zeggen hoe ik weer thuis kan komen. Daar ga ik je wel proberen mee te helpen. Dan zou ik eventjes moeten gaan kijken naar de kaarten ons. En dan dus wil ik ook graag wel weten waar je vandaan komt natuurlijk. Waarom zie ik hier geen kerstbomen, geen kerstversiering? Ik zie eigenlijk, het is bijna kerstmis, ik zie hier eigenlijk helemaal niks. Hoe komt dat? Nou, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Goh man, ik heb alle tijd joh, leg me alles uit. Oh, oké. Dit is mijn verhaal. En toen vertelde Falco zijn verhaal. Hij vertelde over dat zijn ouders waren overleden. Hij vertelde ook over dat het dorp heel weinig geld had. Dat ze gewoon geen kerst konden vieren en niet konden betalen. En dat ze een hele slechte oogst dit jaar hebben gehad. Ook over plunderaars, waar ze zoveel last van hebben gehad. Die woorden, die verhaal van hem ontroerde mij. Ik werd er gewoon stil, maar ook koud en warm tegelijk van. Hallo Falco. Hey Laurens. Hallo meneer. Hallo opa. Ik heb hier een kaart en een kompas waarin alle informatie staat die jij nodig hebt om terug te komen in jouw stad. Super, echt super. Ik heb ook een paard klaarstaan. Dat paard kan je meenemen en daarmee kan je terugrijden naar waar je vandaan komt. Oké, top. Hey, hartstikke bedankt. U wordt heel erg bedankt. Echt super. Dat moet wel goed komen. Ik zal even kijken van... Ja, dat moet wel goed komen. Hey, hartstikke bedankt. Ik,
Ik ga me klaarmaken, denk ik dan maar. Echt, u wordt heel hartstikke bedankt. Echt waar. Maakt niet uit. Daar zijn we hier voor, om elkaar te kunnen helpen. Hey Falco, bedankt echt voor alles. Dat jullie echt zo goed voor me hebben gezorgd. Ik heb van je opa alles gekregen. Ik heb de aanwijzing gekregen waar ik naartoe moet. En ik wil je echt super bedanken. Ja. Bedankt. Fijne reis terug. Dankjewel. En doe je opa nog de groeten en bedanken voor me. Zal ik doen. En ja, misschien zie je wel elkaar weer eens. Hè? Je weet het maar nooit. Maar ik zeg, ja. Tot ziens. En zo gingen er enkele dagen voorbij. Wat was er nou met Laurens gebeurd? Was hij veilig thuisgekomen? Of is er weer wat met hem gebeurd? En hoe zou het met Falco gaan en zijn opa? Dat krijgen jullie nu allemaal te horen. Opa! 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 Wat is er, jongen? Kom eens mee naar buiten! Wat is er buiten allemaal te zien? Ugh, het is koud buiten, het sneeuwt. Wat is er allemaal buiten te zien? Kom eens op de berg kijken! Op de berg! Wat? Wat is dat? Waarom staat daar een hele grote kerstboom boven op de berg? Ook niet. Ik kwam naar buiten en toen zag ik hem. Maar die staat daar zo opeens, van de een op de andere dag. Ja? Wat? Ik weet ook niet hoe die er komt. Wat? Er zit ook niks bij voor de rest en... Wauw. Falco, moet je dat daar zien? Zie dat daar? Ja. Het lijkt wel een groot... Kom, ga even kijken, mee. Het lijkt me een groot cadeau. Wacht, ga even kijken daar. Ja. Waarom? Ik snap het echt niet dat het hier gewoon van een op de andere dag staat. Een GG. En kijk, er staat een kist. Opa, kijk, dit is van mij! Een kist, ja. Zal ik het openen? Ja, nou, maak maar open inderdaad. Zit een boek in? Zal ik het voorlezen? Ja, lees maar voor. Ja, wat staat erin geschreven? Beste Falco, bedankt dat jullie me gered hebben en dat jullie zo goed voor me gezorgd hebben. Ik was zo ontroerd door jouw verhaal dat ik dacht, ik doe iets voor jullie terug. Deze cadeau is voor jou en je opa. Hoop dat jullie er wat mee kunnen. Vriendelijke groet, Laurens. PS, kijk straks eens achter je huis. Wat staat erin? Oké. Zal ik hem omhalen? Ik ga wel even hier dan uit de... Ik weet niet, Nou, laat me proberen. Kijken wat er gebeurt. Ken je wat gebeurt er? Er is een ingang. Oh ja. Ja, allemaal hooi en paarden en taart. Wat? Maar dit is gewoon een jaar voor dat hooi en eten wat we hier al... Oh, wacht. Er staan hier ook allemaal kisten. Wacht even. Kijk! Allemaal kleding. Ook allemaal kleding. Eten zit hierin. Tools, eten. Wat? Dit is gewoon meer dan een jaar voor dat eten. Hiermee kunnen we hartstikke lang weer mee vooruit. Dit betekent gewoon voor het eerst gewoon een winter geen honger lijden. Wauw. We moeten die Laurens wel heel erg bedanken. Ja, vind ik ook. Maar goed, we hebben dus al deze voorraden en al dit eten. Maar in dat boek stond het ook dat er iets achter het huis stond. Oké, laten we maar even achter het huis gaan kijken dan. Wat... Ja. Ja. Maar opa, wat zou er dan staan? Ja, dat weet ik ook niet, jongen. Dat moeten we maar even snel gaan bekijken. Ja. Laten we maar zo snel mogelijk...
Want nadat we dit al hebben gezien, wat hier allemaal binnenin zat, ben ik toch wel benieuwd wat er achter het huis zou moeten liggen. Ja, dat ben ik ook. Nou, laten we snel maar gaan kijken. En het is overigens ook behoorlijk koud, dus ik wil zo snel mogelijk weer naar binnen toe. Ja, ik ook. Hopen ook niet van deze kou. Nee, ik ook niet zo. Wacht, wacht. Ik zie het daar al, achter het huis. Echt waar? Dan kom snel mee. Het staat achter het huis. Ja, daar. Wat? Nog een cadeau? Ik zie al die dieren. Wauw. Ja. Er staan echt hartstikke veel dieren ook. Wat de... En, wel, dat stond er net ook nog niet. Oh, dat is zo raar. Wacht. Voor Falco. Zorg. Nou jongen, ik denk dat het voor jou is. Maak het maar weer open. Ga kijken. Een hond! Ja joh, het is een hond. Neem mee. Ja, jij hebt hier wel een heel mooi cadeau gekregen, jongen. Maar goed. Het is koud buiten. Laten we maar weer snel naar binnen toe gaan. En wacht, er staat iemand bovenop. Wat? Er staat iemand daar bovenop de berg. Hey, ja, inderdaad. Laten we eens even kijken wie dat is. Ja. Wacht, ik krijg nou wat. Hey, dat is Laurens. Hallo, Falco. Ja. Hallo, meneer. Hallo. En wat vonden jullie van alles wat jullie hebben gekregen? Ik ben jou eeuwig dankbaar. Ik ook. En wat vond je van de kerstboom dan? Wat? Maar hoe... Heel erg mooi. Hoe heb je dit allemaal hier voor elkaar weten te krijgen? Nou ja, wat jullie niet weten is dat ik uit een rijke familie kom. Ik heb mijn ouders die hebben een hele rijke handelsroute, zeg maar. Die zitten echt in de handel en die zijn gewoon ontzettend rijk. En ja, ik had Falkens een verhaal gehoord, zeg maar, over hoe hij graag een keer kerst wil vieren. En ja, natuurlijk dat hij dat nooit kon, zodat jullie niet veel hier hadden in het dorp. En dat jullie een hele ruige jaar hebben gehad en zo, vanwege die plunderingen en natuurlijk. Daarom wil ik bij deze, wil ik zeggen van dat jullie dit allemaal van mij hebben gekregen. Ook komen de komende tijd wat extra mensen hier om te helpen, om de hele dorp te verbouwen, om alles steviger en sterker te maken natuurlijk. En natuurlijk wil ik jullie ook nog uitnodigen om een gezellige maaltijd bij mij thuis te komen eten, zeg maar. Als jullie dat willen natuurlijk. Ja, maar natuurlijk willen wij dat. En natuurlijk, ja, je mag het hele dorp meenemen. Iedereen is uitgenodigd. Ik laat iemand met een paard en koets komen jullie ophalen. Dus ja, ik wil jullie gewoon echt een hele vrolijk kerstfeest alvast wensen. En ja, ik ben blij dat ik dit voor jullie kon doen in ieder geval. We zijn je hartstikke dankbaar. We zijn echt hartstikke dankbaar. Graag gedaan. Ja, het is in ieder geval wat ik kon doen. Want ja, jullie hebben mijn leven gered. En daar ben ik gewoon eeuwig dankbaar voor. Echt waar. En ja, zo te zien vind je de hond ook al leuk? Ja. Dus ik had ergens stiekem van je opa gehoord dat je graag voor kerst een hond wil hebben. En ja, toen dacht ik van, hey, bingo. Nee, ik denk van ja, dit is in ieder geval het beste wat ik kan doen. Dus ik nodig jullie in ieder geval uit om vanavond bij ons te komen dineren. En dan dineren, toen doe ik geen diner. Om bij ons het avondeten te komen te eten natuurlijk. Het wordt een grote kerstmaal, heel veel mensen komen. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd. En voor de rest wil ik jullie een vrolijk kerstfeest wensen. En dan zie ik jullie vanavond. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar eigenlijk dank wel. Dankjewel. Dankjewel, ja. En dit was het verhaal over Falco, de jongen met een kerstwens. De wens dat hij samen met zijn opa en het hele dorp weer gelukkig en normaal konden leven. Ik hoop dat jullie van dit verhaal hebben genoten en dat jullie nu echt de betekenis van kerst weten. Kerst is echt iets dat je samen met familie of en vrienden moet vieren om gezamenlijk te zijn, want je weet nooit wat de andere keer gaat gebeuren. Namens Gonzi Games wensen wij jullie een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar natuurlijk. En ik wil natuurlijk iedereen ook bedanken die mee heeft geholpen aan deze video.
De namen komen jullie allemaal wel te zien. Komt allemaal in afdeling, dus komt goed. Maar voor de rest, ik wens jullie echt allemaal echt een zalig kerstfeest. Een gelukkig kerstfeest. En ik zie jullie allemaal in 2014. Mensen, bedankt en later! Fijne feestdagen en een gelukkig kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Namens en ook GameStop. Nou, lieve kijkers, ik wens jullie deze allemaal een heel erg fijne kerstmis. En een heel Gelukkig nieuwjaar. Ik wens jullie allemaal een zalig kerstfeest en een gelukkig 2014. Mag het voor jullie een goed jaar worden. Met veel geluk, veel liefde en van alles eigenlijk. Dus dan zie ik jullie volgend jaar weer terug.